de ware kenners van deze affaire, die weten het nog precies. Ja, want de Jinek, die had dus eventjes vrolijk gedaan op een feestje, weet je wel. Na afloop van het seizoen. En die had gezegd van, ja, we hebben dat VI toch maar mooi weggekregen. Ja, oh, en daar was ze zo blij mee. En ja, en dat kwam dus uit, natuurlijk. Ja. En die Derksen, die pakte haar natuurlijk gelijk aan in VI. En die zei, wat is dat nou toch? Hoe kun je nou gaan dansen op ons graf? En die pakte haar aan en de Jinek, ja, die schrok daar zo van. Pak toch gelijk de telefoon en bellen en oh, nee, dat is niet waar en zo. En Derksen, ja, maar goed, die ken ik van vroeger, vrienden. Nou, die speelde de aardige Johan. En nou ja, die had allemaal begrip voor en die snapte het allemaal wel. En huppakee, en de Jinek die dacht, ik ben hier helemaal klaar mee. Ik kom hier goed mee weg. En een paar weken geleden, toen zei ik al, jij komt nog aan de beurt. En elke keer als ze maar kunnen, dan pakken ze je weer. En ja, wat zien we nu? Ja, ze blijft aan de beurt in VI. Ja, zij gaat op het lijstje komen. Ja, ze komt. Ze gaat niet op het lijstje komen. Ze staat nu op het lijstje. Ja, op het lijstje van Gaal met de Kaag. Willem-Alexander, ja, daar komt ze gewoon bij, de Jinek. Ook elke keer als het maar even kan, dan gaan ze er vol in met gestrekt been. Ja, en dat komt niet omdat ze heeft toen staan dansen op dat graf. Nee, dat komt van de keer daarvoor. Ja, de kenners van deze affaire, die weten dat nog. Want toen zat ze dus te zeuren op tv dat VI eigenlijk maar moest verdwijnen. En dat de sponsors maar eigenlijk moesten stoppen. Weet je nog, na dat kaarsverhaal. En dat, vrienden, is de reden dat ze haar nooit meer met rust zullen laten. Zeker Derksen niet. Die vergeet dit niet. Nee, want zij lagen toen op hun rug, VI. En die Jinek dacht van, ik schop ze nog even. Ja, dat wordt nooit vergeven. En daarom blijft zij aan de beurt in VI. Ja, goed in de gaten houden. Keer op keer op keer komen ze weer bij die Jinek terug. En nu weer, deze week weer, ja. Was weer bingo. En ja, want ja, ze heeft een of andere serie op Videoland. En ja, daar was heel veel kritiek op. En ook stukjes in de Telegraaf en noem maar op. En dan werd ze helemaal met de grond gelijk gemaakt. En daar kan de Jinek dus niet tegen. De Jinek kan niet tegen kritiek. Dat is gebleken, want het bleek al met dat bellen met die Derksen. En nu weer, ze kan er niet tegen. Oeh, als die een beetje tegenwind krijgt. Ai, ai, ai. Dus die ging gelijk, moet je nagaan, op Instagram. Die ging ze allemaal dingen posten die serie op Videoland. Over moederschap en zo, weet ik veel. En die dat allemaal heel erg leuk vonden. En joh, kijk mij eens, kijk hier allemaal positief, positief. En die ging een beetje, zeg maar, de vrouwelijke vorm van de masturbatie doen. En heel hard op de schouder slaan. Ja, Oh, pijnlijk allemaal. Zo verschrikkelijk pijnlijk. En oh, vrienden. En toen gingen zij daar natuurlijk in VI ook weer tegen die Jinek over te keer. Ach, het is werkelijk. Als je het volgt, hè. Goed volgen gewoon. En dan is het werkelijk genieten geblazen.